U heeft zich net ingeschreven voor een van de activiteiten voor de senioren in de maand juli-augustus. Wat is de activiteit waar uw belangstelling naar uitging? Maquetten. Maquetten? Ja. En wat vindt u daar zo mooi aan? Het kasteel, de tuinen eromheen. Maar dat heeft Heemskerk gewoon. Mooie plekjes. Ja. Prachtig. Gaan met 7 man. 7 personen? 7 personen ingeschreven net. Dus het wordt gewoon leuk en gezellig. En aansluitende lunch heb ik gehoord. Aansluitende lunch, klopt ook. Helemaal lekker, dus afwachten. Mooie dag gewenst met elkaar. Ja, dankjewel. Ja, gaat helemaal goed. Komen. Welkom bij Met. En waar staat Met voor? Met staat voor met elkaar. Samen. Geen afkorting. Alleen maar met. Mayonaise. Met elkaar. Het met heeft alles te maken met wij met elkaar maken die samenleving. Wij met elkaar maken Heemskerk. En die wij met elkaar, wie zijn deze mensen? Zijn dat de bewoners van Heemskerk of Beverwijk? Of? Dat zijn die mensen die allemaal in Heemskerk wonen. Dus de Heemskerkers. Die mensen in het blauw. Met. Die samen met die bewoners Heemskerk nog leuker, nog leefbaarder, nog gezelliger en nog prettiger maken. Ook voor mensen zelf. Oh, je komt helemaal uit Groningen? Ik kom uit Groningen, ja. Oké. En dan toch in het Heemskerk duin wonen? Ja. Als je de liefde ontmoet. Ja. En die is overleden 2 jaar geleden. Dus. Ja. En nou dacht u van, ik ga gezellig meedoen aan wat zomeractiviteiten. Inderdaad, want. Je kan thuis blijven zitten. Nee, lekker erop en, uit. Lekker erop uit, ja. Ja, en had u wat moois gevonden, wat leuks gevonden? Nou, ik wil eigenlijk gewoon al die wandelingen meedoen. En het Tweede Boer wil ik ook wel eens kijken wat dat is. Ja. Want hoe komen de bevolking van Heemskerk, komen ze met jullie in aanraking? Nou, los van de buurtcentra waar ze komen op hun activiteiten, zijn wij, en dat zijn echt zo'n 15 tot 20 collega's, ook nog in de buurt te vinden. Ja, want jullie ook op. Doen heel veel activiteiten. Ik zag daar een heel groot bord hangen met allemaal flyers of folders. Ja. Ik zie nu de seniorenactiviteiten voor de zomer. Wat organiseren jullie allemaal? Ja. Zijn allemaal vrijwilligers? Er zijn heel veel vrijwilligers. Met, ja, dat vergeten mensen misschien. We hebben in totaal 430 vrijwilligers. Wauw. En die begeleiden alle activiteiten. Ook een timmerdorp. Want ook voor kinderen. Peuters. Jongeren. Volwassenen, jonge volwassenen en oudere volwassenen. Bikkershof vind ik ook wel leuk. Bikkershof, ja. Oké. Ik ga even dit. Jeu de Boel. Dat is eenmaal. Dan gaan we naar Bikkershof. Met zit op het Nielenplein. En met zit in het Spectrum. We zijn hier op het Lauraplein tegenover de Sint-Laurentiuskerk. Met zit ook in de Schuilhoek, op de Van Bronckhorststraat. En jullie zijn 5 dagen in de week open? Wij zijn 5 dagen in de week open, soms ook in het weekend. En we nodigen juist ook mensen uit om langs te komen, ook met hun ideeën. Hoe kwam u aan de informatie over het seniorenactiviteiten? Ik heb jullie gezien in het interview. Oké, ja. Nou, kijk. Dat willen we? Ja. Dat is leuk, daar doen we het voor. Schrijf je in en komt al. Het wordt een prachtige zomer. Leuk je te zien. Pjoe.